Man, ik heb wel met jullie te doen allemaal. Dat moet dan nog deze kabinetsperiode en dat gebeurt dan door twee partijen, de PvdA en de VVD. En als er nou twee partijen echt mijlenver uit elkaar staan als het om belastingen gaat, en u mag het gaan doen onder andere. Ik denk dat het aan de coalitiepartijen niet gaat liggen. Nee? Nee. Ja, want ooit was de VVD een partij voor de automobilisten. Ja, dat is een tijdje terug, hè? Nee, dat is nog steeds zo. Het is wel verbazingwekkend, omdat je ziet dat die twee coalitiepartijen zo van elkaar verschillen. VVD zegt, dit gaan we zo niet doen. En Partij van de Arbeid zegt, nou, we gaan ook niet de groene auto's zwaarder belasten. Dan ziet ze gewoon een padstelling. Ja, dan denkt de VVD, ho, eens even, je zegt, dat milieu is prima, maar u komt weer aan de automobilist. Dan moet u toch zitten te genieten. Jongens, hoe gaat u dit dan weer oplossen? Ja, nou ja, kijk, politiek is een leuk spel, maar uiteindelijk, als mensen de rekening betalen, vind ik het toch niet leuk. Kreeg u mevrouw Nepperes achter u aan? Ik kreeg natuurlijk mevrouw Nepperes, maar ik wist wel dat ik mevrouw Nepperes achter me aan zou krijgen, hoor. Zo trok u meneer Wiebes even aan zijn oren? Ik heb duidelijk gezegd in gewone taal dat we met dit plan, dat we daar tegen zijn. Ja, zo gaan we niet met de automobilisten om het nog ingewikkelder te maken. Vandaar dat wij zeggen, dit plan moet anders. Het wordt wel ingewikkelder en daar zit ik op zich vanuit de fiscaliteit echt niet op te wachten. Dat was geen VVD-plannetje dit? Dit was een plan van het kabinet, zeg ik er even. Een energiek akkoord. Ja, maar dat lezen wij toch niet dat dit allemaal zou moeten gebeuren. Het is van het kabinet. Ik begrijp dat ze erover willen praten. Maar wij gaan over, ik heb te maken met het fractiestandpunt. En dat is heel duidelijk dat wij zeggen, hier zijn we tegen. We moeten echt naar lagere belastingen toe, veel minder rondpompen. Een hele hervorming. Ja, maar hetzelfde als met Brussel. Hè. We moeten zorgen dat van een extra euro die je overhoudt, dat je het grootste deel in je eigen zak kunt steken. Ik ben geen fan van het ingewikkeld maken van het stelsel van autobelastingen. Maar de overheid moet wel zijn afspraken nakomen. En als de overheid een energieakkoord sluit, dan moet de overheid die afspraken die daarin staan ook nakomen.